Oké, pak de toetsen, maak een foto en kom gelijk weer terug. Goedenavond. Wat zijn we hier aan het doen? Shit, beveiliging is er, Donnie. Goedenavond, meneer. Jongens, we zitten in de bunker. Mike heeft ruzie met Alvin. Doei, je vriend. Vee, ik weet dat je van de wereld bent en zo, maar dit gaat zelfs voor jou te ver, hoor. Ben ik de enige die het serieus neemt, of niet? Ik neem het iets te serieus. Vriend, je moet je bek houden, hoor. Mike, doe even rustig. Alvin heeft er helemaal niks mee te maken. Nou ja, hij is toch van de HG, of niet? Ze heet het ons achterna. Hij was de hele tijd met mij. Ja, nou en? Het HG zit toch overal in deze wijk? De enige plek waar we nu veilig kunnen zijn is hier in de underground. Teambunker. Wat zeg je? Vee heeft deze plek ontdekt en helemaal mooi gemaakt, ja? En dit heet de Veeënbunker, niet de underground. Niet alles draait om jou, Mike. Ik zeg toch alleen dat hij niet te vertrouwen is? Wat als hij deze plek verraadt? En dan? Dit is echt niet te geloven. Kom op, het AG is toch slecht? Ze bekogelen ons met slijmballonnen. En ze beschuldigen ons van ruzie en pest en dat soort dingen. Terwijl Dennis gewoon Elise op de bek pakt. Doe even rustig, serieus. Mike. Even normaal, jullie jij. Zoeken me uit, jongen. Echt. Schat, gaat het met je? Ik ga even naar Mike, goed? Oké. Alles goed? Zal ik even ruimte geven? Kunnen jullie daarvoor zorgen? Sowieso, komt goed. Hey Donnie, kom maar even mee. Ik moet even iets met je bespreken. Oké, is goed. Ik snap gewoon niet dat niemand iets zegt over die Alvin met de domme kop. Zoals je weet de hele HG waar die bunker zit en dan? Vee vertrouwt hem, dus ik vertrouw hem ook. En je ging net echt te ver tegen haar. Dat snap je toch wel? Dat is toch niet leuk voor haar? Kijk me even aan. Even rustig. Ja, het was wel lullig wat ik zei. Ja, vooral voor Vee. Ik koop een cadeautje voor om het goed te maken. Ja. En dan voelt ze vast wel beter. Ja, en dan gaan we daarna lekker chillen. Ja, oké. Ja? En dan koop ook wat leuks voor mij. Hey allemaal, we zijn aan het schuilen bij Mo, want het zal buiten niet meer veilig zijn. We gaan nu een bordje kakkerlak eten. Mo, heb je een servet voor mij? Hij ligt hier, klaar. Kijk, zie je hem? Ik zie niks. Hij is onzichtbaar. Onzichtbaar. Ja, kijk maar. Blaas nou even. Ja, en wat komt er daar aan? Een rode, mooie. Wauw. En die mag je niet weggooien. Wow. Dan hoor, dat we hier mogen schuilen. We zijn dus nergens op straat meer veilig. Jongen, zoals mijn Marokkaanse voorvader altijd zeiden, in tijden van storm is je beste vriend een paraplu. Maar Marokko regent het toch nauwelijks? Hoe komen ze dan naar zo'n gekke uitspraak? Volgens mij is het brand daar. Mijn homie stressen maakt mijn hoofd zwaar. Eerst kiemen op AG, mijn homies steunen op elkaar. We moeten ingrijpen. Kijk, Mike was misschien wel iets te hard voor Alvin en Vee, maar hij heeft wel een punt hoor. Het HG heeft de hele buurt voor het grijpen. We moeten iets doen. Jij zat toch eens op de AG? Waarom ineens zo'n haat tegen hem? Daar kom ik later op terug, Donnie. We moeten nu een geniale actie bedenken om het HG terug te dringen. Die Dennis neemt alles over. Casper, we moeten wel eerlijk zijn aan de kijkers, hè? Jij bent omhuld in mysterie. Weet jullie wat Caspers geheim is? Laat het weten in de comments. Hij zat eens op het HG op school en nu? School? Dat is het, Donnie. School. De strijd moeten we beslissen. Op school. Meet me vanavond bij het HG, oké? Neem een reflecterend hesje. Een clipboard en een zakblad mee. Hyde! Mijn boy heeft shine net een reflectiehesje. Wat ruimt er op reflectiehesje? Ik ga even naar de wc. Een skilesje. Wat? Ja, dat ruimt. Skilesje. Een flesje. Oké, jongens. Ik moet dus iets bekennen. Kijk, Donnie had het er net ook al over en ik zat eerst op het HG. Maar Het is een soort geheimpje voor mij en ik wil het liever niet vertellen, maar we hebben beloofd naar jullie kijkers om eerlijk te zijn. Dus ik post al vandaag een extra vlog op Zep.nl. En dan vertel ik alles over mijn geheim. Maar geloof me jongens, ik heb mijn reden om persoonlijk wraak nemen op het HG. En ze gaan het voelen. Niemand van mijn vrienden mag het alleen weten, oké? Daar komt Donnie terug. Ik heb de schurrel van de skipistes. Tijdens onze skilesje in onze reflectiehesje. Woe! Nice. Bravo. Hallo allemaal, we hebben net lekker geshopt en nu zijn we aan het roeien. Ik ben aan het roeien. Ja. Wat is voor je nieuwe zonnebril dan? Mm. Je hebt wel echt een dure smaak hoor, Kim Kardashian of zo. Ja, met deze reet zeker. I wish. Jongen, ja, je hebt echt een dure smaak, ik kan je niet eens onderhouden joh. Nou, je doet het toch goed? Ja. Maar hoeveel zakgeld krijg je dan? Niemand heeft mijn zakgeld.
Maar... Hé, hey, maar deze lamp, hè? Dat is echt een geniaal cadeau. Ja. Een lavalamp. Ja, ik zag hem staan en ik denk, dat is echt typisch iets voor V. Die zweverige types gaan altijd hard op dit soort dingen, toch? Ja. Ik heb sowieso nog nooit zo'n ding in het echt gezien. Maar ik ook niet. Nee. Ja, ik ben trots op je. Hier, je cocktail. Even proosten. Ja. Op de V-bunker. Op de V-bunker. Gaat ze leuk vinden. Mm-hmm. Hallo. Hallo. Wij zijn op het strand. We hebben even een meidenavond. Ja. Even nodig. Let's go, let's go. Let's go to the beach. Beach. En Val, zou die nog leven, denken jullie? Een lange dag. Oh. Dus het enige medicijn is dan de zee. Ja. Ja. Toch? Vitamin C. Vitamin C. Voor die was zo laat. We gaan zo lekker een kampvuurtje maken. Het wordt echt heel erg leuk. Hier in het bos, richting het HG. Casper is hier op me aan het wachten. Ah, Tony, daar ben je. Goed. Hier is het HG. En hier moeten we naar binnen sneaken, want we moeten foto's van het proefwerk maken. Oké. Bro, hier is alleen maar... Kijk, er is hier alleen maar water, man. Hoe wil je dat doen? Hoe wil je naar de overkant gaan? Ik ben voorbereid. Roeien, bro. Help me even. Roeien is echt iets voor Hollanders, man. Oké, Tony. We zijn er. Hou hem vast, ja? Ja. 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 Pak de camera vast. Geef me zender. De deur is gewoon open, man. Kom eens hier met je hand. Gaan we je even goed verwennen, schat. Jullie hoeven dit echt niet voor mij te doen, hoor. Natuurlijk wel. Mike is ook zo'n egoïst. Ik snap het niet. Waarom moet Mike altijd een vijand hebben? Kom eens hier. Is dat vijand dus echt zo? Kijk eens, ja. Deze lijn, dit is je levenslijn die je hebt samen met Alwin. Deze ziet er super sterk uit. Ik zie hier dat jullie 7 kindjes gaan krijgen. Maar niet. Oh. Maar ze gaan allemaal zijn kaaklijn krijgen. Oké, toch maar wel. Ja? Ja. Oké, Tony. Hier is het. Deze deur is al jarenlang kapot. Maar het AG heeft dus nog steeds niet genoeg budget om het te fixen. Straks komt de beveiliging. Ik heb al een melding gestuurd van onderhoud. Ze gaan toch komen voor een controle. Jij gaat ondertussen naar binnen en ik leid ze af, oké? Bro, dit is inbreken, man. Nee, Tony. Dit is vechten voor rechtvaardigheid. Doe heilig de middelen. Je weet dat ik niet religieus ben. Als jij dit doet, word je de held van de wijk. Kom op. Oké, ik ga al. Ja? Ja. Ik ga al. Oké, Donnie, ben je ready? Ik ben ready. Hou de camera goed voor je, want ik volg je via de feed, oké? Dat is goed. Ik ben er. Oké, Donnie, lokaal V320, oké? Oké. Okay. We gaan dierentuinen. Ik begin. Welk dier doe ik na? Een aap. Oké, dat was ook wel een man. Dat was wel heel makkelijk. Anders. Ja, kom maar, die camera. Walvis? Oh nee. Oh, een olifant. Ik ben zo slecht hierin. Maar hey, dat helpt wel. Ik hoef niet meer aan Mike te denken. Mike? Oh, toch weer wel. Maar het heeft toch even gewerkt? Oh. Oké. Okay. Casper? Pak nu de trap naar de derde verdieping. Derde verdieping? Oh, oké. Okay. Beste kijkers, check mijn sneakers. Inbreken doe je wel in stijl, toch? Of niet? Ha. Ah, toilet. Tony, gast, wat doe je? Wat? Ik moet nodig, man. Gast, doe normaal. Is dit lokaal? V318? V0320. Hey, oké. Okay. Wat is dit dan? V319. V320, Tony. V23. Ik kan V23 niet vinden, man. V320. Oh, V03.20. Je moet iets aan je communicatieve vaardigheden doen, Casper. Tony, alsjeblieft, ga naar binnen. Ik ga naar binnen. Wat is dit voor school, man? Schiet nou op. Oké, pak de toetsen, maak een foto en kom gelijk weer terug.
Goedenavond. Wat zijn we hier aan het doen? Shit, beveiliging is er, Donnie. Goedenavond, meneer. Wij zijn bezig met het glasvezelonderhoud hier. Glasvezelonderhoud? Ben je niet een beetje jong om bij een glasvezelbedrijf te werken? Ik loop stage bij dit bedrijf, meneer. En mijn stagebegeleider heeft de werkzaamheden keurig netjes doorgegeven. Ja, ja. Ik heb iets met glasvezelonderhoud bij het genootschap. Alright. Oh. Nou, het schijnt allemaal keurig doorgegeven te zijn. Mijn excuses. Geen probleem. En werk ze nog vanavond, hè? Werk ze nog. Fijne avond. Hoi, hoi. Donnie, het is gelukt. Ik heb ze, Casper. Het is hem gelukt. Lekker, Donnie. Heb je ze bij je? Ja, ik heb ze. Kom. Nog deze foto's alleen versturen. En dan gaat mijn wraakplan in werking. Wat er in jouw hoofd om gaat, is me echt een raadsel, man. Hey, Donnie, had jij geen petje op? Nee. Kom, we gaan. Huh? Waar is iedereen? Geen idee. Zo. Wat? Ja, ik wil je wat vertellen. Je vroeg hoeveel zakgeld ik kreeg. En ik wist gewoon echt niet wat ik daarop moest antwoorden. Ja, dat merkte ik. Ja. Dan liet ik het maar gaan. Ja. Ik krijg helemaal geen zakgeld. Want ik heb geen ouders. Ze zijn allebei overleden. En ik heb nu mijn advocaat als mijn voogd. Maar dat is gewoon een soort juridische constructie. Zodat ik bij het geld kan en dat hele huis heb en zo. En dat ik niet in de pleeggezin hoef. Ja, ik weet even niet wat ik moet zeggen, Mike. Dat hoeft ook niet. Het is oké. Ik vond het altijd al zo raar dat je dan altijd alleen was. En je ouders die dan op zakenreis waren en personeel die dan voor je zorgden. Ik weet gewoon niet beter meer. Maar je kan toch niet zomaar alleen leven? Nou, het gaat prima. Het gaat echt prima. Maar je moet het echt aan niemand doorvertellen, want als er andere mensen erachter komen, dan pakken ze dus echt alles van me af en dan moet ik naar zo'n pleeggezin. Nou, ik vind het wel goed dat je zo eerlijk tegen me bent. Oké, we gaan dus echt aan niemand vertellen dat we gedierentuind hebben, ja? Niemand, ever. Ik vond je nog zo'n leuk schaap. Ja. Jij dan met je, wat was je, een vis? Weet je, mijn vader die was astronoom. En vroeger, toen ik klein was, dan nam hij mij en mijn zusje stiekem mee naar buiten 's nachts. En dan gingen we ook zo aan zee kijken naar de sterren. En dan vertelde hij ons heel veel over de Melkweg en over alle verre sterrenstelsels. Dan ben ik altijd zo verwonderd over het idee dat Allah dit gewoon allemaal met zijn woorden heeft gecreëerd. Ja, soms heb ik gewoon het gevoel dat het allemaal niet echt is of zo. Hmm. Wat als dit gewoon helemaal in mijn hoofd zit en dat ik jullie bedacht heb dat eigenlijk ik de enige ben die echt bestaat. Dat heb ik wel eens. Dat ik denk dat het hele leven een droom is en dat er nog iets echters achter zit. En dat ik nog gewoon moet wakker worden uit die droom, maar het me gewoon niet lukt. Mike? Ja? Ja, ik heb ook een vraag. Wat zou jij doen als je erachter komt dat iemand tegen je heeft gelogen? Iemand die heel dicht bij je staat? Ligt eraan. Hoe erg is de leugen? Is het erg? Mijn moeder heeft me ooit beloofd dat ze er altijd voor me zou zijn. Dus eigenlijk heeft ze ook gelogen. Dat zou ik echt nooit, nooit meer vergeten. Ja, nee. Ik durf het helemaal niet meer te zeggen. Wat wilde je zeggen dan? Nee. Niks. Ik ga gewoon even samen zijn. Ja. Volgens mij hoorde ik de anderen. Toch? Oké, Mike. Oh la la, sexy time in de bunker. Hey, wat is dit? Ja, sorry Vee.
Sorry voor mijn domme uitbarsting. Ik bedoel, dit is echt jouw plek. Jij hebt het gemaakt. En ik had gewoon echt het recht niet om me zo te gedragen. Dus sorry, ik hoop dat het een leuk goedmakertje is. Dit is een lavalamp. Ja. Echt iets voor mij. Ja, hè? Nice. Ik zag hem staan. Ik denk, ja, dat is echt wat voor jou. Kan ik de hele dag naar fel neonlicht staren met borrelend kaarsvet. Zo leuk. Oh. Het is een afschuwelijk ding, maar het gebaar is zo lief, dus ja. Dankjewel, man. Ja. Sorry, hè. Nee, het is lief. Dankjewel. Oké. Ik ben zo terug. Oké, nou, ik heb dus net bijna gezoend met Elise. Maar weet je, steeds als ze zoenen, dan... Ik weet niet, dan voel ik me zo opgesloten. Dan word ik bijna bang. Ik heb echt wel vaker met meisjes gezoend en dat is... Dat... Maar met Elise is het gewoon anders. Ik weet niet. Het is... Ik vind het ook gewoon zo laf van mij of zo. Het past helemaal niet bij me. Nou, anders leg ik de rest later wel uit op zet.nl. Via zo'n persoonlijke vlog. Ik hoop dat... Nou goed, ik ben benieuwd wat jullie daar dan van vinden. Ja, toch wel goed of zo van mij, toch dit? Zo die eerlijkheid naar jullie. Ik hoop dat jullie dat een beetje kunnen waarderen. Dat is niet echt makkelijk of zo. Oké, nou. Abonneer op het kanaal van Zep. Like deze video. Jullie kennen het hele riedeltje wel. Dat zouden wij echt met z'n allen super tof vinden. Want daarmee support je natuurlijk de Hoedvlog family. Oké, ik ben out. Later.